Ik ben gelukkig bij de Rotary Club. Rotary Club Hogevenen. En wij waren ons wat verreden. We moesten een smal padje in. En wij dachten dat het een brietpad was. Dus daar lag het een beetje. Maar verder is het helemaal goed gekomen. En toen ben ik bij deze mannen. Ik heb geen strapdas in me. En ik ben blieden. Want dat heb deze mannen ook niet. Want ik dacht altijd dat de Rotary Club. Ja, dat waren de meesters van Hogevenen. Nou, ik heb nog wel een net pak aan. Hoor. Dus maar wel een spiekerbroek eronder. Nee, ja, ik denk wel, vroeger was het natuurlijk wel zo. Hè, de Rotary, daar waren de mannen met de stropdassen om. En een bulte geld? Nou, ik weet niet of ze bulte geld hadden, maar ik heb hier toevallig het ledenboekje liggen. En hij kijkt welke leden het eerst bij de oprichting van de Rotary Club in Hogeveen waren. Er bent wel heel veel straatnamen. En die bent er nu naar Rotary leden. Kun je ze een paar nu? De Dumaar van Twistweg bijvoorbeeld, van Aalderenlaan. En dus dat met een beetje wat vroeger eigenlijk wel de notabelen van Hogeveen waren. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. De Rotary is absoluut niet meer een club van sigaarrokende oude mannetjes. En de Pion Dames. Nou ja, het is een club uit de 19e eeuw. En dat was toch wel een heel andere tijd dan nou. Ja, hey, kijk, toen ik zelf lid werd, gingen we ook nog met een strapdasje naar de club toe. Maar die tijd ligt al heel lang achter ons en... Ik denk dat ik er nu op mijn net bijloop webtransnetclub bijeenkomst had. Maar iedereen loopt er eigenlijk bij zoals hij er zelf bij wil lopen. En Daan, hoe past de jasje niet? Ja, ook wel. Alleen die heb ik gewoon niet zo vaak aan. Phoenix? Ja, ook wel. Maar die draag ik voor mijn werk al genoeg. Maar zeiden ze niet van de Rotary Club, Daan, het is leuk dat hij er bent, maar die trui, dat wordt hem niet. Nee, daar heb ik nog niet veel over gehoord. Nee. Ik heb wel eens een jasje aangehad en dat wordt wel gewaardeerd natuurlijk. Maar nee, dit is helemaal prima. Maar je voelt er goed bij? Ja, absoluut. Nou, heb ik wel verschillende dingen gelezen, zoals eind december de kuiertocht. Maar ik denk dat in het verleden ook wel hele grote dingen gedaan zijn, waar jullie ook kennis van hebben. Ja, nee, we zijn een serviceclub. En dat Rotary is trouwens een wereldwijde serviceclub. Hè? Dus in heel de wereld heb je Rotary clubs. En wij zeggen altijd, wij staan ten dienste van de samenleving. Dus wij proberen altijd activiteiten te organiseren. Hè? Waarbij we dus geld genereren voor goede doelen. En dat kan bijvoorbeeld, hè? We hebben het monument hier in Spaarbankbos gedaan. We hebben de voedselbankactie gehad. En wat ook altijd een heel erg groot succes was tussen kerst en old en nieuw. Zo hebben we heel veel dingen uiteindelijk. Het slimste bedrijf van Hogeveen bijvoorbeeld is van ons. Wie is dat de man? Ja, dat is als garantie geloof ik. Wolters Jagers. Jagers, maar schadeadvocaten? Ja, de letselschadeadvocaten nu de Hogeveen. En waarom was dat het slimste bedrijf? Nou, ik denk dat die kopen allemaal kennis in. Nee, gekheid. Nee, je ziet natuurlijk, dat is wel geinig. Wij hebben daar een quiz georganiseerd. Waarbij het niet gaat puur alleen om de feitelijke kennis. Hè, maar wij hebben bijvoorbeeld ook vragen over Hogeveen. Hè, maar bijvoorbeeld ook uitdrukkingen in Belgisch. Hè, wat betekent dat? Dan heb je op een gegeven moment toch een heel andere vraag. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de algemene kennis. En daar waren zij de nummer 1. Ja. Maar bijvoorbeeld bouwbedrijf Koster, die zat ook in de top 3. Oh, ik vind dat wel knap. Dat bent wel leuke acties, toch? Ja. En is er een bepaald doel met te bereiken? Is er iets wat hij dan zegt, die kwestie hollen wij om het slimste bedrijf? Maar dat heeft ook weer een gevolg. Ja, nou, kijk, wij zorgen altijd wel dat we sponsoren krijgen. Hè? Dus ja, soms is het wel eens zo dat we met alle sponsoren die we hebben, en dat we uiteindelijk al zoveel geld bij elkaar gehaald hebben, dat eigenlijk al geen activiteit hoeft te doen. He, maar wij zeggen altijd van, je moet toch een activiteit organiseren om ook de bijdrage voor de gemeenschap te doen. En gewoon ook leuke dingen te doen. Maar de opbrengst van de kuiertocht nou, en het slimste bedrijf, dat was dan voor de voetbalverbind. En dat is voor gehandicapte voetbalspelers die dan toch met elkaar mooi een evenement of een toernooi kunnen gaan doen. En Sportfonds Jeugd en Cultuur. En dat was dan voor de Floors is Joost. Daar kunnen jongeren, die kreeg daar de gelegenheid om dansles te volgen.
Ja, dat vind ik. Ja. Kijk, dat ben hele mooie initiatieven. Voorzitter, ik heb een hamer. Oh, ik ben de voorzitter niet. Die heb je laat. Kijk, en hoe zag ik dit? Be the inspiration. Dat komt voor jullie. Ja. Ik moet het in vasthouden. Zo. Ik ben goed voorbereid, zie ik maar. Nou ja, ik kwam er toevallig ding. Ik denk, ja, ik dacht al in die Rotary Club, dat met jongens die zitten daar champagne, dikke sigaren en zeg, we zullen er nog eentje in knallen. Nou, er wordt niet meer gerookt hier. Dat dacht ik al niet. Ja. Dat dacht ik al niet. Maar dat valt... dacht ik in ieder geval ook. Ja? Ja, dat dacht ik zeker ook. Alleen toen kwam Gert-Jan mij vragen of ik een keertje wilde komen kijken. Toen viel mij op dat het eigenlijk veel gezelliger en meer open was dan dat ik eigenlijk verwacht had. En dat er eigenlijk wel hele leuke dingen georganiseerd worden, wat eigenlijk wel heel erg leuk is voor Hogeveen ook. Ja, want ze hebben de beweegtuin, heb ze metbetaald in het Krakeel. Ik ben er nog nooit op geweest. Hier weg, Gert-Jan. Nee, ik ben er zelf nog nooit op geweest, maar het is misschien wel een behoefte te voorzien. Zou ik er vanaf vallen, denk ik? Oh, ik denk het wel, ja. Ik denk dat op zich voor u niet zo verkeerd is om er een keer naartoe te gaan. Maar wij dwaalt hem af. Be the inspiration. Waar is dat op baseerd? Nou, er is elk jaar een wereldwijde voorzitter. En die bepaalt uiteindelijk wat dan het jaarthema is. En dat is dan Be the Inspiration. Maar ik heb hier bijvoorbeeld clubboekje van ledenboekje van 2017-2018. En dat is weer Making a Difference. Dus jullie kiezen elk jaar een thema uit, wereldwijd dan? Ja, dat is de voorzitter, die dan uiteindelijk wereldwijd de voorzitter is van alle clubs. Die neemt een jaarthema en nou, daar hangen wij meestal wel wat dingen aan. Dus dan zeggen wij bijvoorbeeld ook van nou, Be the Inspiration. Maar dan kun je ook zeggen van ja, hoe kunnen wij bijvoorbeeld mensen gaan inspireren? En dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld met die Raila die wij organiseren. Raila, ja. Ik heb er nog niet van gehoord, maar ik ga dat nou horen. Nou ga ik dat zien. Wat is Raila? Nou, Raila, dat is een leiderschapstraining voor jongeren. En die organiseren wij op 11, 12 en 13 oktober bij de Steenberg Groeven in Zuidwolde. En dat doen we samen met onze andere Rotary Club uit Hogeveen. Dat is Rotary Club De Wolden. En dan gaan we jongelui met trainen. Hoe kun je goed spreken in het openbaar bijvoorbeeld? Hoe kun je in discussie gaan? En de nieuwe insteek van het verhaal is eigenlijk, want eerder kwamen de jongeren eigenlijk uit heel Noord-Nederland. Maar we hebben nou gezegd van we wilden het echt heel sterk regionaal houden. Door jongelui uit Hogeveen die kans te geven om dat te gaan doen. Jongelui betaalt dan €50 voor. En €500 wordt gesponsord door een bedrijf hier in Hogeveen. Dat vind ik knap. Wou je ze nog in oproepen? Of kunnen ze zich niet meer aanmelden? Ja, niet zeker. Graag zelfs. Als een jongelui bij bent, die zeggen van jongens, ik wil daar graag aan meedoen. Dan kunnen ze op de website kijken bij ons. Of ze kunnen zich even aanmelden. En ze mogen mij ook altijd bellen. Ja, want ontrappen is te kort, hè? Mijn trap is te kort. We moeten benaderen dan. Sorry? We moeten benaderen. Je hebt nog niet verteld dat je de kijker die weet nog niet dat hij piloot is. Hè? Nee, klopt. Nou hè. Ja, klopt. Nee, ik ben daar zeker ook bij aanwezig. Ik help met een stukje organisatie daarvan. We zijn nu nog bezig met het maken van een Facebook. Op de website moeten dingen nog geregeld worden. Het moet nog in de krant komen. Dus er komen nog een paar dingen dat moet nog georganiseerd worden. Dus het loopt allemaal op dit moment. Maar in oktober maakt het echt iets moois aan. Dan, ik doe het wel goed. Ik zit normaal in zo'n kogie, dus zit hij met drie man of vier man. En er zit een dikke deur tussen, want dat moet tegenwoordig. Hè. De stewardess kan ons zomaar niet in een vrije weer de thee brengen. Dat giet zo. Oh, de stewardess wel. Die heeft een speciaal sleuteltje. Dat doen we voor open. Ja. Dan druk ik op een knopje en dan komt ze gewoon binnen. Maar de rest niet? Zeker niet. Kijk, en heb je nou ook een leertermen dan? Voor zoveel mensen te praten als er enigszins iets is? Het is niet een speciale opleiding die je ervoor krijgt, alleen er zijn natuurlijk wel een paar spreektechnieken. Er zijn een paar dingen die mensen wel willen horen, een paar dingen die mensen niet willen horen. Bij ons is het heel normaal om niet te veel te zeggen. Nou, ik denk dat. Zo'n cursus heb ik ook, niet te veel te zijn. Ja, dat lukt mij meestal niet, want ik moet toch verkopen, dat is mijn vak. Maar ik ben wel een wend om met veel lokalen te praten.
Ja, nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat hier ook wel geleerd heb. Want ik was 30 toen ik lid werd van Rotary. Dat is eigenlijk binnen Rotary begrippen wel redelijk jong. Ik ben ondertussen al 17 jaar lid van deze club. Dus al van een hele poos. Denk hem nou Wolt als hij nou is. Ja, en ik heb nog samen met Roelof gewerkt. Zegers. Instructeur. Zegers. Ja. Nee, maar kijk, nou, in die wereld ben je natuurlijk eigenlijk altijd één op één aan het werk. Hè, voor theorieles. Nou, dan heb je een paar op theorieles zitten, maar zo spannend is het eigenlijk niet. En maar bijvoorbeeld, dat je dan, we hebben hier een systeem waarbij elk jaar een andere voorzitter is in de club. En dus op een gegeven moment kon je vanzelf een keer aan bod. Ja, en dat is natuurlijk wel heel mooi. En daar kun je machtig veel van leren. Dat je uiteindelijk gewoon hier voorzitter wordt van zo'n clubje. En dan moet je toch elke week op toneel, zeg ik dan. Ja, want ik heb ook even gekeken. Ja, jongens, ik kom een paar papieren voorbij. En dat is Rotary International. En dan heb ik hier nog wat. Onze club is opgericht op 24 februari 1953. Ja. En dat is clubnummer nationaal 113. En internationaal 10.447. Dat wil zeggen dat er niet meer bent dan zoveel Rotary clubs. Nee, er bent, ik weet niet precies hoeveel clubs als er bent, maar ik weet wel dat er wereldwijd zo'n beetje 1,2 miljoen leden bent. En dan volgens mij verdeeld over iets van 120 landen. En dus je hebt eigenlijk alst wel in elk land. En dat is ook heel bijzonder aan Rotary trouwens. Stel dat wij, of dat je op vakantie bent of weet ik veel wat. En dan kun je gewoon bij zo'n Rotary club kun je ook naar binnen toe. En dan ben je gewoon altijd welkom. En dus, iedereen? Ja, nou, in principe iedereen wel, maar als lid van een Rotary Club, hè, dus wij zijn lid van de Rotary Club hier in Hoogeveen. Maar stel, Daan die vliegt naar, ik noem maar wat, naar Budapest toe, dan kan hij daar gewoon bij de club. En als ik denk van ik ga op vakantie en ik wil ook even bij zo'n Rotary Club naar binnen doen, maar kun je gewoon naar binnen doen. Hoeft jullie er niks voor te betalen dan? Is dat voor iedereen vrij? Want er zullen toch aanstellingseisen zijn voor een Rotary Club of niet? Nou, in principe hebben we geen eisen aan lidmaatschap. Hè, maar het is wel zo, je moet wel gevraagd worden binnen Rotary. Hè. Dus er bent wel andere, of, tenminste, dat is bij ons in de club zo. Hè, maar er bent ook clubs, want elke club is uiteindelijk autonoom. Dus mag zelf beslissen wat hij wil. En dus er bent ook wel clubs die bijvoorbeeld zeggen van nou, wij organiseren een open avond. Ja, en dan kan iedereen naar binnen komen en dan kun je in principe ook... Maar je moet door een lid, wat al lid is van een Rotary Club, ja. Moet je gevraagd worden. En dan kun je zachtjes zeggen ja. En dan ga je een hand met. En dan kun je hard zeggen ja. Je gaat, ja, inderdaad, precies. Je gaat drie keer ga je eigenlijk in principe mee. En dan de derde keer wordt eigenlijk van je verwacht omdat je aangeeft of je wel of niet wil blijven bij de club. Ja, en eigenlijk meestal is dat ja. Bij mij was het wel zo. Ja, dat is gezellig, hè? Ja. Dat zei niet al. Ik zei net al, dit is een hele gezellige club. Ja. Maar toch heb ik ook foto's zo zien, jongens. Ja, die bent heel, die bent heel serieus. En dat is, dan denk ik aan twee weken terug, dacht ik, dat het de Doornen, denk ik. Ja. En dat heb jullie ook al meegewerkt. En dat is dan met name de Doornen, denk ik, hier. Bij het monument in Spaarbank Hoeve. Ja, nou, kijk, de Spaarbank Hoeve hier in de Spaarbank Bos, dat is ons clubhuis. Hè. Dus daar zitten wij elke vrijdagmiddag. Inloop 12 uur, stip 2 uur is het afgelopen. Nou, en op een gegeven moment in 2003 was dat, toen bestond onze club 50 jaar. En toen hebben we gezegd van, we wilden wat terugdoen naar de gemeenschap. Nou, en hier in het Spaarbank Bos, daar zijn een aantal mensen die zijn hier doodgeschoten in de oorlog. En toen hebben we gezegd van... daar wilden wij wat voor doen. En dus wij hebben hier een monument neergezet in het Spaarbank Bos toen. Aangeboden aan de gemeenschap. En dat monument dat is geadopteerd door de basisschool hier in Pessen, de Akker. En dus wij gaan elk jaar met die kinderen naar dat monument toe. En er staat ook een trompetist bij en die speelt dan de Last Post. Wij hebben toen eigenlijk gezegd, hè, wij hebben het aangeboden aan de gemeenschap. Dus we hebben ook gezegd van... en dit is niet een monument wat een oorlogsmonument is. Dat is het ondertussen wel geworden, want er zit een bordje bij met oorlogsmonument. En maar we hebben het ook gezegd, dat staat ook op die plaquette die erbij staat. En dat is, en, het is ook voor dat er nog steeds overal ter wereld mensen verkracht worden, gemarteld, vermoord worden. En dus het, ook hier in Nederland, breder. Hij had dat gisteren antwoord. Nee. Ook in Nederland. 1000 gevallen wat niet opgelost bent, wat gewoon...
moord, doodslag, verkrachting, al die dingen. Soms schrik ik wel. En heb je dat ook niet, dat hij Nederlander bent? Hij vliegt in het... Hij vlacht meestal in blauwe vliegtuigen hier over Nederland. Maar de hele grote, echt waar, daar ga je niet met twee mannen zitten, daar ga je er met 200 mannen zitten. Heb je dan niet dat hij terugkomt in Nederland, dat hij zegt van, wat ben ik blieden? Ja, dat is natuurlijk... buitenland heeft heel veel hele mooie dingen wat je te zien krijgt. Maar altijd als je thuis komt, en vooral thuis in Drenthe thuis, is dat, voel je heel erg bevoorrecht dat je hier mag wonen. Absoluut. En dan naar de Rotary Club en dan zeg je, hier zit mijn vriend. Ja, absoluut. Hier zit echt een groot deel van mijn vrienden. Dat is mooi, Gert-Jan, hè? Ja. Nou ja, het mooie is denk ik, Roelof, dat binnen Rotary hij namelijk, zoals wij dat noemen, allerlei verschillende klassificaties. En dus wij bent geen businessclub. He, dus je gaat, het is niet de bedoeling... Dat bestaat ook? Ja, dat kan. He. Je kunt ook een businessclub hebben. En daar ben je uiteindelijk voor de handel of een netwerk. Maar wij hebben hier allerlei soorten mensen. Dus er zit een dokter, een notaris. Ja, dat is wel mooi. Het is wel heel breed. Ja. En dan vraag ik me toch af over dit ding. Dit ding, dat is een rotary. Een rotary wiel. Ja. Ik denk het, nou dat verwacht ik dan bij een constructiebedrijf of bij een smederij of wat dan ook. Ja. Maar vertel me eens, wat is de werking van dit wiel? Nou, de werking van het wiel, er is eigenlijk, rotary, dat betekent eigenlijk roteren. Dus daar is dus eigenlijk het wiel dan uit ontstaan. De oprichter van rotary, dat was Paul Harris. Dat was een advocaat in Chicago. En die zei van, jongens, we gaan met een paar mensen elke week bij elkaar zitten. En dat doen we in een wisselende samenstelling. Hè? Dus dan gaan we roleren. En ook, dat doen we niet elke keer bij mij op kantoor. Hè? Maar dan gaat een keer bij jou zitten, dan gaat een keer bij hem zitten. En zo ga je ook roleren. Dus zodoende komt eigenlijk het woord rotary. En de betekenis van het wiel en het tandwiel, dat moet eigenlijk, die tanden heb ik wel eens begrepen, dat zijn, hè, dat vertegenwoordigt de leden van de Rotary Clubs. En het aantal tanden, dat geeft dan aan dat het het maximale aantal is wat bij de Rotary Club kan. Nee, dat is wel heel geinig trouwens, want ik ben dus ooit eens een keer, zodoende kom ik ook bij Rotary, ik ben naar Amerika geweest. En daar heb je ook Rotary Clubs met 600 leden. En dus dan moet je voorstellen, dan kom je dus gewoon in een hele grote collegezaal. En dan kreeg je een nummertje en dat was van, nou, uw nummer is 200 zoveel. Nou, dan ging je op die stoel zitten. En dus wij zijn hier een club met zo'n beetje 40 leden, 40, 45 leden. Ja, dat is toch even heel wat anders dan dat je in zo'n Amerikaanse grote zaal komt. Nou, dat denk ik ook. Dan denk je ook van, nou, wij hebben in Drenthe wat. Nou ja, wij hebben in Drenthe hele mooie Rotary Clubs. Maar als je dat dan hebt, dan denk je van, oké, we gaan Assen, Grunning, Friesland, Drenthe, de hele bende bij elkaar gooien en dan redden wij het nog niet. Nee. Maar desalniettemin, de Rotary Club zet zich in. En daar bent ze trots op en dat is het mooie van de Rotary Club hier. En allemaal leden uit alle hoeken van de samenleving eigenlijk een beetje, of niet? Ja, want ik zei net wel de dokter en de notaris, maar... In principe is het niet zo, hè? Je hoeft niet gestudeerd te hebben of wat ook maar, hè? Dat is helemaal niet belangrijk. Dat heb ik wel. Nou ja, je wel, maar ik heb ook nog een paar jaar op de LTS gezeten en dat is echt de enige opleiding die ik gehad heb. Ja, maar je bent er beter vanaf gekomen als ik. Ja, maar is dat zo, denk je? Ja, je bent lid van de Rotary. Ja, ja, nou, maar je kunt ook zo lid worden, dus... Nee, kijk, het is gewoon een hele mooie samenstelling en dat is denk ik ook voor de meesten, hè? Dus... Dat hoor ik van ook jonge leden die lid worden bij ons. En die zeggen ook van, normaal gesproken in je eigen beroepsgroep, dan kom je uiteindelijk alleen maar eigen mensen tegen. En ik zeg wel, als je dokter bent, dan kom je alleen maar altijd dezelfde mensen tegen. Ja. En ze vinden het allemaal mooi om de boel te organiseren, om iets op te zetten, om een vernijing te krijgen. Hè? Dat is mooi. Krijgen we ook een bewegingstuin in Elim? In Elim staat nog niks op de planning op dit moment qua bewegingstuin, maar daar kunnen we over praten natuurlijk na de uitzending. Kan dat in 2023? Nee, dat kan. Want uiteindelijk als wij als leden kunnen wij zelf aangeven welke doelen wij willen doen. Hè. Dus bijvoorbeeld nu wij zeggen van, nou, het is misschien wel mooi om ook iets te organiseren hier in de Spaarbank Bos weer voor
de bewoners van Hogeveen. Hè, dus dan zitten we te denken aan een, ja, bijvoorbeeld een beleefbos of een speeltuin of dat soort dingen. Hè, waar mensen gewoon vrij naartoe kunnen. Ook bijvoorbeeld, hè, ik zeg altijd, de mensen die wat minder te besteden hebben, die kunnen niet elke keer naar een of ander groot speelparadijs toe, waar ze voor al die kinderen weer 5 euro moeten en 320 gaan. Euro en ja. Een muur nog patat kopen. Ja. Ja. Hè, maar dat wij hier gewoon iets regelen, hè, wij hadden een evenement organiseren, zoals die kuiertocht, dat levert gewoon hartstikke mooi veel geld op. Geweldig, ik sta er elk jaar. Elk jaar sta ik op de kuiertocht. Maar dat is een evenement, mensen. Ik meen dat de kaartjes allemaal al weg zijn. Ja, het is ook wel heel apart. Je ziet, we hebben dus eigenlijk weer een clubje in de club die dat regelt. Maar die bent dus nu al bezig bijvoorbeeld met het lopen van de verschillende routes. Het zoeken van de plekjes in Hogeveen waar nog nooit iemand geweest heeft.